heeft een briefje geschreven voor Fred. En ik ben de uitverkorene, ik mag het voorlezen. Beste Fred. Van theatertechnicus bij de musical Hair uit 1970. Naar adjunct en toneeldienst bij de NOMW. Een indrukwekkende carrière waar je ongelooflijk trots op mag zijn. Je carrière begint voor mij bij de operastudio van de Nederlandse Opera Stichting. Daarna heb je in het muziektheater als toneelmeester talloze gastproducties van DNO, HNB en NT begeleid. In woelige jaren heb je samen met anderen en alleen leiding gegeven aan de toneeldienst. Na deze intensieve periode heb je je meer toegelegd op het ontwikkelen en begeleiden van onze jonge theatertechnici. De laatste 6 jaren van je carrière hebben we samen leiding mogen geven aan de toneelonderlichtingsdienst. Ik realiseer me dat deze periode voor jou niet altijd even makkelijk zal zijn geweest. Je mocht van mij niet bijspringen als bijvoorbeeld de droogte weer eens te laat op de publicatieborden dreigde te komen. Een toneelmeester zijn zaken niet goed op orde had of als een ander onder hem dreigde. Ik was regelmatig streng voor je. Je gezondheid ging voor. Zeker na het verlies van Hans en de andere tegenslagen die je meemaakt in je privéleven. Anderen moesten van mij leren om het stokje van je over te gaan nemen. Desondanks hebben we samen de toneel- en belichtingsdienst door financiële en maatschappelijk moeilijke tijden geloodst. Na de opbouwjaren onder Rolf en een rijke en grootse periode samen met u, volgt een periode met mij, die zich toch vooral laat kenmerken door de verbreding van taakstelling van de toneeldienst, vele organisatorische veranderingen binnen de afdelingen en de organisatie, de vele bezuinigingen en ook de krimp van de formatie. In deze soms lastige periode kon ik altijd leunen op je steun en loyaliteit. Veel medewerkers konden bij jou hun persoonlijk verhaal kwijt. Jij had altijd een luisterend oor. Vele van hen heb je opgevangen, begeleid, toegesproken, gecorrigeerd en geadviseerd over een breed scala van onderwerpen. De laatste jaren heb je gedaan wat je volgens mij het liefste doet. Jonge mensen enthousiast maken voor het werk in het theater. Of het nou bezoekers zijn van het openhuis, of leerlingen van de opleiding podium- en evenemententechniek, of nieuwe medewerkers binnen onze organisatie. Het enthousiasmeren voor en het informeren over ons werk vind je belangrijk. En dat gaat je zichtbaar goed af. Met veel energie en liefde vertel je aan iedereen hoe leuk en opwindend het is om in het theater te mogen werken. En daar kunnen we allemaal nog wat van besteden. Heel hartelijk dank voor je enorme betrokkenheid, de ongegrensde inzet en je niet aflatende steun en loyaliteit die ik heb mogen ervaren tijdens onze periode van samenwerking. Ik wens jou en Carla veel gezondheid, plezier en succes toe met jullie avontuur op Curaçao en ik vertrouw erop dat ik je nog regelmatig mag verwelkomen bij onze generale repetities en voorstellen.